Hey YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review. Hier bij Thomas opent. Een beetje dochter van de korenaar. In de vorm van hun L'Ensemble di Montalcino. L'Ensemble, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Een barley wine aged in Brunello di Montalcino barrels. Special edition 2019 Casanova di Neri. Dit bier is dus, als het goed is, gebotteld in 2019. Ik heb dit bier gekregen in een heel mooi pakket van Steven. Die stuurde mij een hele mooie houten kist met 6 bieren daarin. Waarvan 4 grote flessen. Allemaal barrel aged. Allemaal houtgerijpte bieren van Dochter van de Korenaar. Young, small, independent family brewery. All beers brought on the market are brewed and bottled in our own brewery. It's won several international beer awards. L'Ensemble di Montalcino is our full malt barley wine aged in Brunello barrels for over 1 year. In this way, combining the best of two worlds and able to please both beer and wine drinkers, a nearly impossible task. Highly recommended with grilled red meat, old cheese and or dark chocolate, serving temperature above 10 degrees. Enjoy the Dochter van de Korenaar Montalcino. Brunello di Montalcino is een wijn uit Toscane. Heeft ook echt een regio een dergelijke bescherming, dus moet gewoon in die regio komen. Het ruif ben ik de naam even van vergeten. Als ik me niet vergis, moeten de wijnen minstens 4 jaar gerijpt hebben. De reserve zelfs 5 jaar, waarvan 2 op hout. En die zijn... ik heb ze nog nooit gedronken, maar van wat ik begrepen heb, zijn het hele mooie exclusieve wijnen. Hele bijzondere wijnen. En een barley wine op wijnvaten. Ik ga hem trouwens heel voorzichtig openen, want... Nee, niks aan de hand. Ik weet namelijk wat er kan gebeuren als je bieren rijpt. Oh, dat vulniveau is echt tot hier. Dat is echt heel goed. En een kleine murkering. Oeh, ik ben heel benieuwd. Het kan namelijk voor infecties zorgen. Druiven, dus druivenschil, dergelijke. Hout sowieso. Maar met wijnvaten heb je iets meer kans op infecties. Dus gelukkig is er hier niks gebeurd. Want anders was hij wel keihard gaan spuiten, denk ik. Dat is een goed teken. En we hebben een echt hashtag proper glassware. Sowieso 4 jaar oude barley wine. Gerijpt op een rood wijnvat. I am game. Ik schenk het mooi voorzichtig in. Het was een heel klein sisje en het dopje kwam makkelijk los. Maar er zit nog best wel wat koolzuur in, zo te zien. En we zetten hem hier even neer. Die fles trouwens, die uitstraling. Hoe mooi is dat? Daar word je toch verliefd op als je dat zo ziet. En als je dan het bier in het glas ziet. De houdbaarheid was dat er ergens in 23, 24 heb ik even gecheckt. Maar dit kan makkelijk, als je hem goed bewaart, 10, 20 jaar liggen. Hij is namelijk nog relatief helder voor een barley wine. En een gerijpte barley wine. Die wordt nou natuurlijk heel erg murky en troebel. Deze heeft nog echt de kleur van een wat versere barley wine. De schuimkraag qua kleur klopt helemaal. De kleur zelf, soort van wat rode tinten erin. Een beetje dat soort van mahogany. Tussen robijnrood en mahogany bruin in. Oftewel de perfecte kleur voor een barley wine. 13% in alcohol. Dit kan bijna niet teleurstellen, toch? Laten we eens even kijken wat dit doet in de neus. Steven, hartstikke bedankt, jongen. Hartstikke bedankt. Wow, de trucker. Oeh. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Oh. De eerste geuren van rijping. Dat hij dus al wel 4 jaar heeft, zit er al een beetje in. Niet heel intens of iets dergelijks, maar de eerste geuren, de eerste processen zitten erin. Het feit dat hij natuurlijk op rode wijnvaten gelegen heeft, geeft dat soort van vinnis richting poortachtige karakter. Wordt daardoor iets versterkt. Het is nog niet zo sterk aan portificatie, maar het heeft wel inderdaad wat wijnachtige vinnis tonen. Het typerende barley wine, weet je, chocoladerozijntjes voor mij. Maar ook sticky dates, dadelsvijgen die gedroogd zijn. Met een soort van specerijenbouquet. Een heel subtiel zuurtje, maar op een goede manier. Dus niet verzuurd of aan het infecteren. Maar dus vanuit dat rode wijn, dat die tannientjes gaat zeggen. Praten we niet zozeer over zuur, maar die wrange tannientonen komen in de neus al heel mooi door. En ik heb echt gewoon het gevoel dat ik ruik aan zowel een mooie barley wine, maar ook inderdaad een hele stevige, volle rode wijn. Oh, wauw. Veel eiken, veel hout.
Die rode druif komt gewoon heel goed mooi. Dat rood wijnkarakter komt gewoon heel mooi door. Niet zozeer de rode druif, maar echt dat stevige, volle, intense rode wijn. Ik weet wel één of twee wijndrinkers die absoluut niks met bier hebben, die denk ik dit heel erg kunnen waarderen. Alleen hebben ze pech, want ik heb het flesje nu geopend. Haha. Dat soort van bijna, er zit een soort van savoriness, hartigheid aan. We gaan nog niet richting umami of dergelijke, maar het heeft een soort van savory, hartig component eraan. Uitermate complex. In hart en nieren is het nog steeds een barley wine. Het is een bier. Maar het karakter wederom van die wijnrijping, of niet rijpen op wijn, op ex-rode wijnvaat, heeft gewoon echt zijn vruchten afgeworpen. Het heeft gewoon ook die complexiteit, die intensiteit, wat ik al zei, heeft het er gewoon heel mooi in zitten. Het is een best of both world scenario. Absoluut dat het nog steeds een bier blijft, dat staat buiten kijf. Maar voor een liefhebber van eigenlijk alleen maar wijnen en voornamelijk de stevige rode wijnen, die dus niks hebben met bier, is dit wel, wat ik al zei, echt een kans om zoiets te introduceren van probeer dit eens. Als ze dan nog niks hebben met bier, dan is het gewoon hopeloos. Oh. Heel vol moutig. Je krijgt echt dat soort van diep geroosterde bruin broodkarakter. Het zou mij niks verbazen. Ik zou even moeten kijken, maar het zou mij niks verbazen als hier rogge door zit. Zit hier rogge in? Staat er iets op qua? Ik heb nog niet eens gekeken. Nee, wel tarwemout, gerstemout. Het heeft echt die complexiteit en een soort van spice component van rogge bijna. Je ruikt gewoon en vaart gewoon echt die mouten wat dat betreft. Ik moet een slok nemen. Steven, nogmaals hartstikke bedankt, jongen. Ik weet dat jij de set ook gekocht hebt. Ik weet niet of je deze al geprobeerd hebt. Zo ja, hoop ik dat je ervan genoten hebt en anders snel van gaat genieten. Ik moet een slok nemen. Proost. Oké, ik geef vast toe. Het mondgevoel is niet heel intens. Niet heel vol. Ik wil ook niet zeggen dun, maar wanneer je denkt aan barrel aging 13%, verwacht je misschien een iets voller mondgevoel. Dat gezegd hebben, het mondgevoel is wel heel zacht. Silky smooth. Nou, misschien iets voller gemogen. In de finish krijg je echt heel mooi die tannientjes en dat wrange toontje van die rode wijn. Plus dat eiken. In de smaak komt veel meer de barley wine naar voren. Veel meer daarom dat stevige, moutige karakter. Heel vol in dat daardoor vijg dingetje. Beetje dat chocoladerozijntjes dingen. De chocolade is veel minder intens dan ik misschien verwacht had. Heel mooi droog. Licht funky. Licht in dat portificatie dingetje. Heel vinnig, heel wijnachtig. Ja, er zit inderdaad de impressie van zuurig, maar dan meer dat wrang, dat tannin ding. Het slaat een beetje op de tandjes. Weet je, je hebt een beetje het idee dat je een beetje speeksel wil aanmaken, dat hij ook heel mooi droog wegtrekt. En een impressie van wat specerijen. Een soort van richting, niet dat ik specifiek één krijg. En ik zeg ook niet dat het speculaaskruiden zijn, maar neigend naar dat speculaaskruiden idee. Als je snapt wat ik bedoel. Daar gaat het een beetje richting naartoe. Wederom op geen enkele manier dat ik specifiek, maar die impressie bijna. Bij uitstek is dit echt een winterbier. Het is vandaag 23 juli. Het is hartje zomer. Maar het is ook een hele druilerige dag. We hebben wat regen her en der. Als je naar buiten kijkt, zou je, behalve dat het overal groen is, zou je bijna denken qua lucht en dergelijke, dat het herfst is. Ik zie zelfs her en der, maar dat is door de droogte die we lang gehad hebben, wat bruine bladeren op de grond liggen. Dus je krijgt al bijna die herfstimpressie. Maar dit is echt een open haard bier bij uitstek.
echt een slow sipper, echt langzaam en rustig van genieten. Oh, het regent, ik wou net zeggen. Inderdaad, het regent weer. Een kampvuurtje. Als het nou, het is vandaag iets van 17 graden buiten, denk ik. Ik zie al voor me dat als ik nu buiten een kampvuurtje had, het zou 12 graden zijn, 11 graden s'avonds, half in het donker bij een kampvuurtje en dan dit erbij. Echt. Volgens mij heb ik nog ergens een mooie blauwarenkaas liggen in de koelkast. En misschien dat ik die er zomaar eens bij moet pakken en even dat moet combineren. Steven, wat een schitterend bier. Dankjewel voor het opsturen. Dit is echt topklasse. Echt uitermate goed genieten. En dat ga ik ook zeker even doen. Ik ben heel benieuwd naar de rest van de bieren. Ik kan alleen nogmaals willen zeggen, dankjewel. Dankjewel. Echt heel gaaf. En dat was hem voor deze review. Vond je hem leuk? Klik op like. Vond je hem heel erg leuk? Klik op abonneer. Onder in de omschrijvingsbox links naar alle social media. Link naar de Dutch Beer Collective en link naar mysterybeer.nl. Laat wat comments achter. En ik zie u allemaal bij een volgende review. En tot dan.